kant op gaat. Ja, dat... Die er niet heeft trouwens, dit is de normale. Dat is misschien een mix. Waardoor je dus niet Donkey Kong kan zien. Waarom heeft hij een Amstag? Van Amsterdam. Is dat niet van Amsterdam? Ja, van Amsterdam. En waarom heeft hij de Amsterdam-tag? Want hij houdt van Amsterdam. Oh, oké, okay, ja, ik en ook. Hij wil dat Amsterdam terug. Amsa, als je kijkt, dan ken je niet. Ik heb ooit een dubbelsles van je gehad. Ja, dat was wel lachen. Als jij... Je laat het zo doen. Jij bent Knuckles, ik ben Riz. Oké. Okay. Okay, ik ben Tio van Nederland. Nee, en ik doe twee. Oh, niet meer persoon. Van waar daar. Oh, oké. Okay. Ik dacht meer van, hoe zou ik... We doen hem na. Ja, ik weet niet. Hoe zou je Risk nadoen dan eigenlijk? Ja. Dat zijn wel goede. Ik ken het niet meer. Wij moeten trouwens ook niet te veel commentaten, want wij gaan dadelijk ook... Amateur Finals wil ik graag met jou commentaten. Oh. Dat is wel lachen, toch? Ja. Ja, als dat op stream kan, dan gaan wij hem commentaten. Ik moet er nog een set voor. Ja, dus eigenlijk moeten we dit helemaal niet doen. Nee, maar ik weet niet of die nu al is hoor. Ik heb wel heel snel gevraagd namelijk, dus ik denk dat ik wel wat tijd heb. Ja, ja, je hebt wel wat tijd. Oké, dit is even voor dit is wel de Risk special. You know. Back air. Ah, back air, ja, back air. Ik vraag me wel, ja, dit deed je ook tegen mij, dat vind ik wel. Ik respecteer Donkey Kong spelers zo erg, man. Oh, ik absoluut niet. Nee, ik weet je wel. Echt niet. Ja, nee. Ja, maar... Ja, ik weet dat jij een hater bent. Ik respecteer het wel. Ik weet wat voor pijn ze hebben. Niet omdat ik zelf een mid-tier speel. Zeker niet. Ik probeer wel eens een... Oh ja, dat is slim. Ik heb een voor Donkey Kong. Ik heb wel eens een bracket geattend met een Donkey Kong. Ik heb een DSC. Kiefson tegen Danubi hoor ik net trouwens. Oh, dat is reuze spannend. Dat is wel een spicy one hoor. Ja. Ik hoorde dat Shorts wel een beetje verdrietig was, dat hij had verloren van 17. Oh, hij had verloren van 17. Oh, dat wist ik ook. Ja, dat zou ik maar niet. Ik niet, het is voor mij normale kost elke rol van Rimmel. Ah, ja. Ik verlies best wel veel van 17. Ja, sinds naar Chic is geswitcht. 17, oh, Chic. Wat het vervelende is, ik heb een aantal keer gewonnen van. Aankondiging van de coaches gaat wel. Alsof het zeg maar spelers zijn. Ja, het is ook een beetje dat het bingo is, hè? Broodje frikandel! Naar de TO-desk alsjeblieft. Maar ik dacht dus dat hij. Dat was een nieuw systeem van achter de bar. Was dat hij namen op ging schrijven. Ah. Zodat we. Ja, mijn naam. Nee, daar zit dus blijkbaar ook mee gestopt. Ah. Het heeft niet kleven. Maar ik zit eigenlijk helemaal niet op te letten, zoals wij vaker doen met... Ja, maar de komt deze spelers... Het is ook wel echt een match waar je echt geen rol van weet. Nee. Ik heb wel laatst tegen Knuckles gespeeld. Game 1. Oh, best wel close. Game 2 was gewoon een vierstok. Dat is jouw info. Ja, ik had er is net één game niet. Ik wil die horen. Weet je wat ik aan denken? Aan jouw match. Deed mij een beetje... Game 1 best wel close. Game 2 vierstok. Ja, dat gebeurt wel eens tegen goede spelers. Ja, wat is dat? Dat gebeurt vaker bij mij. Ja, bij mij ook. Of omdat jij anders gaat spelen, wat wel vaker gebeurt. Omdat je denkt, nou kijk eens aan. Dikke knaak, ik ga deze goede speler eens even van harte geven. Of omdat ze... Ja. Nou, het wordt toch nog ineens heel close hoor, kijk. Ja, dat is de Donkey Kong. De rol van Ledge? Ja, is heel groot, dus je kan hem altijd mappen. Zover mijn... Dat is wel jouw informatie. Ja. Oh, maar, mijn informatie is ook, hij leeft lang. Oh, hey. Ja, het lijkt me ook best wel lastig om hem te killen als Mars. Maar hij heeft die horizontale dinges, dus dan, als je hem gewoon gehit wordt, dan gaat hij gewoon weer terug. Goed gebruik van light shield though, god damn. Oh. Oh. Maar ook, ja. Oh, dat is dood. Ik houd van ledge af als dom. En hij heeft een ledge daar. Kan dit killen? Oh, zag je een kleine visbom? Zag je die? Ja. Was dat mijn... Oh, dat is niet mijn tas. Ja, je zag hem wel. Dat stond op camera. De kick en al. Dat is zo. Dat is zo. Jij bent net iets te hype over Knuckles.
is. Nu pas een game. Vizo, dit is waarvoor het bedoeld is. Nee, die zachte kop. Was leuk. Oh, we waren ons scherm even kwijt. Jongens, dit is alles waarvoor we dit bedoeld was. Je zag de kick. Alles, alles normaal. Het ziet er wel professioneel uit. Maar moeten we er eigenlijk, ik vraag me, ja, moeten we dan, nee, maakt niet, we hebben het zo over. Of we terug moeten naar de playercam weer. Ja, maar, ja, ik vind het vet. Oké, okay. Okay, nee, het is Friso. Ja, Friso is wel leuk. Ja? Ja, ja, dat is bij die top spelers, dus dat is ook altijd. En als hij pant, dan is het wel. Ja, hij pende. Ik zag de kick. Ja, ik dacht, dat was wel mooi. Yo, dit? Is het verkooppraatje vanaf nu. De kick van Knuckles. Jij bent echt heel goed. Dit is trouwens heel erg lastig als doelverkomen. Ja. Want hoe moet je? Hoe kom je op de markt last? En hoe kan je naar beneden? Ja, maar is het niet... Oké, wat ik weet van Donkey Kong is dat... Je wordt gewoon geassed altijd in neutral. Ja. Tot je één opening hebt. En ja. dan moet je gewoon gaan. Daarom heb ik toch geen respect. Jij hebt weinig respect voor dingen. Jij hebt geen respect voor Tio's? Heb ik zeker wel. Die cure, de laatste seconde? Nee, ik was niet op de cure. Oké, dan is het goed. Maar bij Sonny was ziek. Ja, dat mag. Dankjewel. Dat mag altijd. Is dat nog steeds de last dash van Donkey Kong? Shanky Rua. Oh, geen kijk. Ik zou eerlijk zeggen dat ik mijn insight zou willen geven over deze matchup, maar ik echt fuck al ideeën heb wat je moet doen aan allebei de kanten. Dit soort poppetjes, ik weet niet, het lukt wel, zou pas wel iets vinden. Het zijn champions. Als we over League of Legends praten, Worlds is daar weet ik wel veel van. Ja, het twee ook wel. Ik heb vorig jaar volgens mij de World Cup gekeken, dat was heel spannend, toch? Ja. Oh, even gaan jump. Sorry, ik moest even. Zeggen dat je die giant punch. Ja. Die probeert. Hij doet altijd kontje knal van de ledge, hè? Kontje knal? Oh, ja, die. Ja, ja, de dat is wel snel. Dat is de... En het voelt ook niet goed als je erdoor wordt gehit. Je kan ook, dat is ook wel grappig. Het donkerman kan via als anti-air. Dus op grote vijf. Waar denk je dat Knuckles tegenaan trapte eigenlijk? Tegen een van mijn tassen of tegen zijn eigen tas? Ik hoop ook zijn tas, want er liggen nog wel spullen van mij daar. Ja, dat zijn... Dat zijn... Nou... Oh, die giant page. Risk trouwens, hij heeft het erg goed gedaan, vet. Ik stond erbij, toen die... Ja, was hij niet na Mo... Hij was één plaats lager dan Mo. Dacht ik, of ben ik nou gek? Ja, voor mij was het de verste Nederlander vet. Ja. En hij moest volgens mij Donkey Kong witten, of ben ik nou gek? Het zou best wel kunnen. Of een hoop Peaches ook, kan ik nog herinneren. Peach, ja. Dat weet ik niet. Is het gewoon dat je voor 100% de beste ledge optie de get up attack is? Dat lijkt me wel zielig. De kontje knal. Het is wel weer spannend. Ik zie Friso al staan. Dus Friso heeft. Die gelooft niet in Knuckles, de return van game 3. Dat is ook wel een ding, hè? Als je Friso ziet staan in je ooghoek, dan weet je ook wel van. Dit wordt reuze spannend. Ja. We hebben het. Friso, kun jij dadelijk meelopen met de. Oh, maar dit is een combo. Oh, en die giant.